191 opgave 18. Ik heb hier 6 functies en daarvan moet ik de afgeleide uitrekenen. Nou, het is prettig als je al van tevoren een beetje bedenkt hoe de opgaven moeten. Als ik naar vraag C bijvoorbeeld kijk, ik zie daar tussen haakjes staan, dan weet ik dus dat ik de kettingregel moet gaan gebruiken. En dat zie ik ook bij vraag E, dus daar ga ik ook de kettingregel gebruiken. En dat zie ik ook bij vraag F, daar ga ik ook de kettingregel gebruiken. Bij A, B en C, daar zie ik ook een breuk staan, eigenlijk net als bij E. Alleen het is een verschil, hier staat alleen maar een x-kwadraat in de breuk, of in dit geval alleen maar een getal. Hier staat ook alleen maar iets met een x-kwadraat. En dan ga ik de breuk, die ga ik uitdelen. Dus ik heb er hier 3 die met de kettingregel moeten en 3 die ik ga uitdelen. Het is heel fijn als je herkent wat voor type som het is, zodat je al van tevoren, dat je gelijk weet wat voor strategie je moet doen. Maar daarvoor moet je ze leren herkennen. En dat doe je door er heel veel te maken, maar ook door er heel bewust mee bezig te zijn. Nou, laten we beginnen met vraag A. 2x plus 5 gedeeld door x kwadraat. Ik zeg dat is een breuk die ik ga uitdelen. Dus dit wordt 2x gedeeld door x kwadraat plus 5 gedeeld door x kwadraat. Nou, zoals hij in de breuk staat, kan ik hem niet differentiëren. Dus ik moet hem gaan uitdelen. Er staat hier 2 keer. Nou, x gedeeld door x kwadraat. Exponent van x is 1. Delen door met gelijke grondtallen is exponenten van elkaar afhalen. Dus 1 min 2 is min 1. Plus 5 keer. Nou, in de teller staat geen x. Nou ja, je zou kunnen denken, er staat x tot de macht 0, hè, want het is 1. En die x tot de macht 2, die gaat naar boven. En dat wordt dus x tot de macht min 2. Waarom wordt x tot de macht min 2? Nou ja, er staat x tot de macht 0. 0 min die 2 is min 2. Nou, dat leg ik verder in de opgave niet meer uit. Dan ga ik nu vanuit dat je dat weet. Oké. Ik weet niet of je opgevallen is, maar er staat hier een plus tussen. Dat betekent dat ik die twee stukjes apart van elkaar moet differentiëren. Dus eerst de min 1 komt ervoor. Keer de 2 en de min 1 wordt eentje minder. Vervolgens komt er een plus. Daar komt de min 2 ervoor. Keer die 5 en wordt eentje minder. Nog even uitrekenen. Min 1 keer 2 is 2. X tot de macht min 2. Ja, plus min is natuurlijk min. Min 2 keer 5 is min 10. X tot de macht min 3. Nou, dit is een prima afgeleide. Je mag trots zijn als je het zo ver bent gekomen en je hebt het netjes uitgewerkt. Alleen de opgave staat zonder gebroken en negatieve exponenten. Dus het is een ongeschreven wet dat we dit even terugschrijven. Dus 2 keer x tot de macht min 2. Tot de macht min betekent 1 gedeeld door. Dus 1 gedeeld door x kwadraat. Dan een min. 10 keer 1 gedeeld door x tot de macht 3. He, want weer een minnetje betekent een breuk. Teller keer teller, noemer keer noemer. En ik heb hier de afgeleide. Gaan we naar vraag B. Vraag B, die moeten we zo meteen ook uitdelen. 6x kwadraat gedeeld door 5, min x kwadraat plus 2 gedeeld door 5x kwadraat. Er staat een min tussen, dus het zijn twee aparte stukjes. Moet ik ook niet samen nemen, het zijn twee aparte stukjes. En ik ga ze allebei ga ik ze herschrijven en uitdelen. Nou, realiseer dat. Die eerste heeft alleen maar een 5 in de noemer staan. Geen x, alleen maar een 5. En dat ik de som dus zo mag opschrijven. 6 vijfde keer x kwadraat. En realiseer je, zal ik weer terug gaan rekenen. Nou, tel ik het tellen, noem ik het noemer. X kwadraat die heeft een gedeeld door 1. En dan krijg ik 6 keer x kwadraat. Nou, staat er ook in de teller, 6 x kwadraat. En 5 keer 1, die 5 komt in de noemer. Nou, het stukje veeg ik weer even weg. Zo, dan komt er een min. Nou, dit ga ik uitdelen. Dit is wel een lastige. Nou, op zich is het niet lastig, hè, want x kwadraat gedeeld door 5x kwadraat kun je prima doen. Plus 2 gedeeld door 5x kwadraat, dat gaat ook wel goed. Alleen, hij is lastig omdat hier dat minnetje, die geldt voor de hele breuk. Dus eigenlijk staan hier haakjes omheen. Dus eigenlijk moeten daar ook haakjes omheen. En dat maakt hem lastig, want dat vergeten we heel vaak. Dus daar staat een min. Nou, x kwadraat gedeeld door x kwadraat. Exponenten, gelijke grondtallen exponenten van elkaar af. Nou, als dat goed is, begrijp je dat daar 1 vijfde overblijft. Want eigenlijk staat hier 1 keer x kwadraat. Je ziet 1 vijfde keer x kwadraat gedeeld door x kwadraat. En x kwadraat gedeeld door x kwadraat is 1. En je houdt 1 vijfde over.
Nou, die volgende, dan zie je als het goed is staan, ik zal het in de klad erbij zetten, 2/5 keer 1 gedeelde x kwadraat. Ja, want ik moet de getallen en de letters moet ik eigenlijk apart van elkaar zien. Ik schrijf ze wel bij elkaar, maar je moet ze apart van elkaar zien. Dus er staat 2/5, daar verandert niets aan. Maar die x kwadraat ga ik in de teller schrijven. En als ik dat doe, komt er een minnetje voor de exponent. En je ziet, ik schrijf nog steeds die haakjes over. Nu ga ik zorgen dat die haakjes wegvallen. Dus overal zet ik een minnetje erbij. Zo. Eindelijk kan ik hem differentiëren. Eerst het eerste stukje, de 2 komt ervoor. Uiteraard mag je dit in één keer doen, maar dat hoeft niet. Dan 1/5. Ja, de afgeleide van 1/5, ik schreef automatisch het minnetje over. Maar wat is de afgeleide van een constant getal? Die min 1/5 is een constant getal. Er zit geen x aan vast. Die is 0. Achteraf had ik het minnetje ook al kunnen laten staan. Weet je wat? Ik schrijf gewoon min 0 op. Dan realiseer je, dat wordt 0. Dan komt de volgende min. Dan ga ik de afgeleide doen. De exponent min 2 komt ervoor. En dan staat 2/5. En niet vergeten, de exponent moet eentje minder worden. Oké, 2 keer 6/5 is 12/5x. Min 0, die schrijf ik nou niet meer op. Min min wordt plus. 2 keer 2/5 is 4/5. X tot de macht min 3. Dan ga ik even naar de originele vraag kijken. Staat die zonder gebroken negatieve exponenten? Helaas, ik moet hier dus nog even doorwerken. Nou, ik vind het, ja, mijn training zegt, je moet die 12/5 nog even vereenvoudigen. Maar het hoeft niet. Je mag me ook lekker zo laten staan. Oké, 4/5 keer x tot de macht min 3. Tot de macht min betekent 1 gedeeld door. Dus 1 gedeeld door x tot de macht 3. Nou, nog meer herschrijven. 5x, tel ik het tellen, noem ik in noemer. Hij is klaar. Je ziet zo'n opgave. Het daadwerkelijke differentiëren, dat gebeurt hier. Hier doe ik de differentieerstap. Maar dan moet ik vanwege allerlei gekke afspraken. Maar gekke. Ach, als de hele wereld zich eraan houdt, is het niet zo gek. Moet ik nog een heleboel herschrijven. En hier onderaan heb ik daadwerkelijk de afgeleide. Nou, gaan we naar de volgende. Vraag C, er staan haakjes in tot de macht. Dan weet je dat je de kettingregel moet doen. Ik hoef de originele som niet te herschrijven. Er staan geen wortels in of wat dan ook. Dus hij is eenvoudig. De 5 komt ervoor. Dus de exponent komt ervoor en wordt eentje minder. Keer de afgeleide van wat er binnen de haakje staat, dus keer 3. Krijg ik 3x min 1. Nou, nog even herleiden. 5 keer 4 keer 3. 5 keer 4 is 20. Keer 3 is 60. En hij is klaar. Fx is 5 gedeeld door x kwadraat keer wortel x. Nou, deze kan ik alleen maar oplossen, of de differentiëren, als ik hem in de vorm ax tot de macht n schrijf. Dus ik moet gaan zorgen dat ik die x kwadraat keer wortel x, dat ik daar één term van maak. Nou, wortel x is hetzelfde als x tot de macht een half. Dan heb ik in de noemer van de breuk heb ik x tot de macht 2 keer x tot de macht een half staan. Nou, gelijke grondtallen, exponenten optellen. Dus x tot de macht 2,5. En ik ga x tot de macht 2,5 naar boven halen. Dus komt er een minnetje voor de exponent. Nou, nu kan ik de afgeleide doen. De exponent komt ervoor, min 2,5. En wordt eentje minder, dus min 3,5. Nou, nog eventjes herleiden. Min 2,5 keer 5 is min 12,5. X tot de macht 3,5 tot de macht min is 1 gedeeld door. X tot de macht 3,5 krijg je dan. Nou, ik ben nog niet klaar. Ik ga zo meteen ook iets met die min 12,5 doen, hoor, maar dat leg ik zo nog uit. X tot de macht 3,5 betekent, ik schrijf het hier even op, X tot de macht 3,5 is X tot de macht 3 keer x tot de macht 1,5, want gelijke grondtallen exponenten optellen. Oftewel is x tot de macht 3 wortel x. Zo. Nou, ik denk niet dat dit in het antwoordboekje staat. Ik denk dat ze nog wat met die min 12,5 hebben gedaan. Ik wil hier graag tellen, keer tellen, noemen, keer noemen doen. Nou, het is niet elegant om daar gedeeld door 1 onder te schrijven, want dan komt die min 12,5 in de teller te staan. En we willen in de breuk liever niet ook nog eens een breuk in de teller. Dus als ik min 12,5 nu ga schrijven als 25/2,
Dan heeft 12,5 keurig netjes een teller en een noemer. En kan ik teller keer teller, noemer keer noemer doen. En wordt dit het antwoord op de som. Fx is 5 gedeeld door 6 min 2x tot de macht 4. Ik zie hier een breuk staan en ik zie iets met haakjes staan. Nou, die breuk moet ik sowieso wegwerken. En die haakjes betekenen dat ik de kettingregel moet gaan gebruiken. Hoe werk ik de breuk weg? Nou, die 6 min 2x tot de macht 4 gaat naar de teller. En als je iets van de noemer naar de teller brengt, dan komt er een minnetje voor de exponent. Nu staat hij in de vorm dat ik de afgeleide kan doen. Kettingregel, dus de exponent, hè, eerst de afgeleide van buiten de haakjes. Dus de exponent komt ervoor en wordt eentje minder. En min 4 en eentje minder is min 5. Keer de afgeleide van wat er binnen de haakjes staat, min 2. En binnen de haakjes schrijf ik gewoon over. Min 4 keer 5 is min 20. Min 20 keer min 2 is plus 40. Oké. De opgave staat geschreven zonder negatieve exponenten, dus die min in de min 5 die moet nog weg. Dat doe ik door. Die min betekent 1 gedeeld door. En dan krijg ik dit. Nou, nog even tellen, keer tellen en noemen, keer noemen. En dan krijg ik 6 min 2x tot de macht 5. F. Fx is 3 keer de wortel uit 5x plus 10 plus 5x plus 10 tot de derde. Nou, we hebben ook opgaven gehad waar we die twee samen moeten nemen. Maar hier staat een plus en geen keer. Dus dit zijn twee aparte stukjes. Dus die twee stukken hebben eigenlijk niets met elkaar te maken. Behalve dat ik ze aan het eind weer even keurig moet overschrijven. Eerst die wortel wegwerken. Dat is 5x plus 10. Een wortel is tot de macht een half. Dan komt die plus. 5x plus 10 tot de macht 3. De afgeleide gaan doen. Oké, de kettingregel. De exponent komt ervoor en wordt eentje minder. Keer de afgeleide die binnen de haakjes staat. En binnen de haakjes schrijf je gewoon over. Dan een plus en dan komt het achterste stuk. De exponent komt ervoor en wordt eentje minder. Keer de afgeleide die binnen de haakjes staat, dus keer 5. En binnen de haakjes blijft 5x plus 10 staan. Nou, dan moet ik nog een beetje gaan opruimen. Ik heb hier een half keer 3 keer 5. Een half keer 3 keer 5 is 7,5 keer. Nou, 5x plus 10 tot de macht min een half. Tot de macht min betekent 1 gedeeld door. Tot de macht een half betekent de wortel uit. Plus de 3 keer de 5, dat is 15. 5x plus 10 in het kwadraat. Oké, ik ben alleen maar aan het herleiden, hè? Dus ik ben niks meer niet aan het differentiëren. Het achterste stukje, dat staat al keurig, behalve dat ik mijn 5 steeds als een 2 schrijf. Zo, het voorste stukje moet ik nog even herschrijven. Ik moet die 7,5 van de breuk nog even samen nemen. En net als in een eerdere som, 7,5 in de teller van de breuk. Hè? Dus hier een 1 onderschrijven, 7,5 in de teller van de breuk. Dat vinden we niet netjes. Dus we 7,5 schrijven we als 15 tweede. En als je hem als 15 tweede schrijft, dan kun je netjes tellen, keer tellen, noemen, keer noemen doen. Dan krijg je 15 gedeeld door 2 wortel, 5x plus 10, plus 15 keer 5x plus 10 in het kwadraat.